zeer veel dank dat ik hier mag spreken. Sylvester belde mij daarover een aantal maanden geleden. En hij zei toen dat hij besmet was met een virus. En dat was ook echt zo, want hij had toen griep. Dat toen al. Maar daar doelde hij eigenlijk niet op. Hij zei, ik ben besmet met het virus van het Brabantse weefsel. En dat is een weefsel, een samenleving waarin publiek en privaat, academia en burgers de schouder aan schouder onder zich zetten onder ontwikkeling in de samenleving. En dat is in goede en slechte tijden. Nou, dat hebben we ook hard nodig nu AI zo'n enorme gamechanger gaat worden. En dat wil ik graag toelichten. Ik zal dat dus doen omdat ik zowel AI binnen VNO-NCW wat meer onder de aandacht heb gebracht, maar ook omdat ik de initiatiefnemer ben geweest van de Nederlandse AI-coalitie. En daar inmiddels voorzitter al een tijdje van ben. Wij zijn daar in oktober 2019 mee begonnen. En net als het coronavirus stijgt dat een beetje exponentieel. Want we zijn begonnen met 70 partijen en we hebben er nu meer dan 300. En ik was toevallig een aantal dagen geleden in Hengelo. En inmiddels is alles wat technologisch Twente is ook aangesloten. Dus dat loopt goed. 75% van die partijen is bedrijfsleven. Daar zit dus ook de academia bij, maar ook overheden. De minister van Onderwijs mocht ik langskomen, want zij wilde graag lid worden van de AI-coalitie. Nou, dat hebben we toegestaan. Ze moest €15.000 betalen, want dat was het lidmaatschap. En dat heeft ze gedaan. Maar ook de nationale politie is aangesloten. Want ook het thema veiligheid kan met AI grotere stappen zetten. En ook defensie. Dus het is een breed consortium. Ik kom straks wat uitgebreider op de AI-coalitie terug. Ik wil eigenlijk drie boodschappen met u doornemen. De eerste is dat AI relevant is, zeer relevant is voor de toekomstige welvaart van Nederland. De tweede is dat wij in de benen moeten komen. Dat we het versneld moeten aanpakken en dat we dat niet geïsoleerd moeten doen, ook niet provincie voor provincie, maar nationaal. En de derde is dat wij dat op een bepaalde manier moeten doen, namelijk op een Europese manier en niet op een Amerikaanse of een Chinese manier, op een Europese manier, waarin vervolgens, en dat is wat daar ook staat, dat Nederland kan daar goed een koploper in zijn en een toonbeeld, een voorbeeld van zijn. Dan begin ik eerst met het eerste onderwerp. AI is, artificiële intelligentie, is niet zomaar wat wordt genoemd een sleuteltechnologie. Er zijn sleuteltechnologieën zoals nanotechnologie, zoals fotonica, quantum, staat hier allemaal op de ding. Maar AI is wat ze noemen een general purpose technology. Gaat door in elke toepassing van elk onderdeel van onze samenleving een rol spelen. Het is vergelijkbaar daarmee met de komst van de stoommachine of elektriciteit. Het is dus een transformatieve technologie. Het verandert onze samenleving, het verandert ook de structuur van de economie. We spreken over de second machine age, tweede machinetijdperk in het Nederlands. We hebben eerst arbeid vervangen door de machine en nu ons hersenwerk wordt vervangen door de machine. En dat is een geweldige game changer. En dat is, enerzijds is dat promising, om het op zijn Engels te zeggen, want allerlei maatschappelijke zaken kunnen wij straks mogelijk veel beter gaan oplossen. Als het gaat om de medische diagnoses in de zorg, het transport en het vervoer, de mobiliteit, veiligheid, ik noemde het al, maar het is ook van groot belang voor ons verdienvermogen. Het is dus een transformatieve structuur en ik zal daar iets meer over zeggen, want wat doet het dan vervolgens met de structuur van je economie? Het leidt ook tot een nieuwe economie, tot een platformisering van de economie. Niet alleen in de business-to-consumer wereld, waar we zoveel platforms kennen vandaag de dag. We hebben ze allemaal, Netflix en al die andere platforms, ik ga ze niet allemaal noemen. Maar ook in de business-to-business wereld. Daar komen overal platforms. De logistieke sector is bij uitstek een sector waarin platforms zich kunnen ontwikkelen. Er is zelfs al zo'n platform in de logistieke sector, dat heet U-Turn.
En wat doet U-Turn? U-Turn is een platform dat ervoor gaat zorgen dat transporteurs niet meer met lege vrachtwagens rijden en dat verladers, de opdrachtgevers, ervan zeker kunnen zijn dat hun vracht van A naar B op tijd wordt afgeleverd. Dat gaat dat platform doen. Dat platform kan een oneindige schaal krijgen. Zo groot dat het in de hele wereld kan opereren. À la Uber, dat kan in de hele wereld opereren. Dat platform heeft geen eigen vrachtwagens. De vrachtwagensector zit, degene die daar, die zitten in het midden, want die doen de productie. Die staan, zitten nog achter het stuur. Daar gaat de toegevoegde waarde omlaag en de toegevoegde waarde verschuift naar het platform. En de markt mag ook, want er is oneindige schaal en eindige schaal. Want de eigen rijder in die vrachtwagen heeft één vrachtwagen. Het transportbedrijf heeft er misschien 50, maar dat platform organiseert straks miljoenen, miljarden vrachtwagens. En dus er vindt een verschuiving van toegevoegde waarde plaats. Degene die dat goed heeft gezien is onze Bundeskanzler Merkel, die zich daarover heeft uitgelaten. En heeft gezegd, ja, wij moeten dus daarin mee, want als wij niet meedoen, dan verschuift de welvaart uit Duitsland. En ook uit Europa, het verschuift naar degene die die platformeconomie runnen. En dan krijgen we het verschijnsel van dat winnaars alles nemen en de losers dan aan de zijlijn staan. Wie zijn die? Dit is trouwens een song van ABBA. U weet, dat was Winner Takes It All en Losers Standing Small. Die hadden dat dus al begrepen, die liedjeschrijvers destijds. Heel goed. Die hadden een vooruitziende blik. Om mee te doen moet je dus zelf onderdeel worden van die platformeconomie. Dat is niet anders, het kan niet anders. Deze technologie maakt dat mogelijk. Dus je moet daar onderdeel van worden. Er zijn partijen die dat heel goed hebben gedaan. In Nederland, avant la lettre, was dat bijvoorbeeld Funda, de makelaars van Nederland. Die hadden eigenlijk een co-eigenaarschap van dat platform. Al de makelaars verbonden aan Funda. En dat heeft hen geen windeieren gelegd. Minder goed is het gegaan met het Nederlands restaurantwezen. Waar de Fork nu, zeg maar, het platform is. En de restauranthouder bij VNW klaagt dat hij elke keer zoveel moet betalen aan de Fork. En dat hij dus zijn toegevoegde waarde verschuift. En vervolgens hebben we gezegd, doe dan zelf wat. En die hebben nu Boekdinners opgericht. Een community platform van horeca-ondernemers verbonden aan de horecasector. Maar dat zijn goede ontwikkelingen, omdat je dan zelf wat onderneemt en zelf ook daar onderdeel van wordt. Als je kijkt hoe het wereldwijd nu zit, dan is het duidelijk dat Europa, dit is voornamelijk nog de business-to-consumer platforms, Europa loopt achter. Amerika loopt voor, de Chinezen doen het goed en Europa loopt achter. 3% marktaandeel in 2018. Maar goed, het is zo dat het aantal data elke 2 jaar verdubbelt. Dus er is nog een hele wereld te gaan en wij kunnen nog zeker wel een grote rol spelen, zeker Nederland ook. En daarmee kom ik bij mijn tweede boodschap. Er is nu noodzaak om in versnelling te komen. Daar is een nationale aanpak voor nodig. Ik heb destijds met de top van het ministerie van EZK gezeten en gezegd, dit is niet zomaar een sleuteltechnologie waar je wat innovatiebeleid voor moet inzetten met een beetje WBSO of dat andere instrumentarium dat men heeft. Dit is een gamechanger, een transformator van onze economie. Dus moeten we iets anders doen. Zullen wij niet als VNW-NCW een AI-coalitie oprichten, dan hebben wij ook een weefsel. Een weefsel waarmee we dit groot kunnen maken. Nou, dat hebben we gedaan. De AI-coalitie is opgericht en heeft deze structuur. We hebben een aantal dingen die we de horizontals noemen. Dingen die eigenlijk voor elke sector of elk toepassingsgebied relevant zijn. Waaronder bijvoorbeeld data delen en hoe ga je er met ethische kaders om. Dat hoef je niet allemaal steeds opnieuw het wiel proberen uit te vinden. Dat kan je gemeenschappelijk doen. Dus dat is gunstig. En we hebben de verticals. En de verticals zijn de ketens of de sectoren. Er zijn er velen aangesloten. De logistieke sector nog niet. En dat, als dat niet het geval is, dan is dat op den duur voor de logistieke sector in Nederland is dat vervelend, want dan word je platformafhankelijk. Want platforms komen er. En als je platformafhankelijk bent, dan kan je daar toch een deel van je boterham inleveren.
Dus ik ben nogal bezig om overal de verticals ook te krijgen. De ketens en de sectoren. Zorg dat je meedoet, zorg dat je onderdeel doet, dat je mede-eigenaar wordt van een platform, dat je niet alleen je data inlevert, maar zorg dat je die data deelt met anderen. En als je die data deelt in een weefsel, en dat kan ook in een logistiek cluster zijn, dan ben je samen sterk. En dat is nou precies wat ook het Brabantse weefsel hier altijd heeft voortgebracht en waar Sylvester door besmet is geraakt. En dat moet u vooral doen. Nou, daarmee kom ik bij mijn derde boodschap. Dat Europa niet AI zal willen omarmen en die platformeconomie zal willen omarmen zoals de Amerikanen dat gedaan hebben en zoals China dat doet. Wij wensen geen monopoliekapitalisme, winner takes all, en wij wensen geen staatskapitalisme. Arjen Lubach heeft laatst uitgelegd dat het eigenlijk op hetzelfde neerkomt. En dat is ook zo, want uiteindelijk wordt een bepaalde elite in de samenleving daar ontzettend rijk van en vele anderen niet. Dat is niet houdbaar voor een samenleving die gezamenlijk door moet. Dit houden, dan gaan de weefsels kapot. Dus wij moeten zorgen, en dat is ook het brugprogramma van VRMNCW, wij moeten zorgen dat die samenleving intact blijft. En om het intact te houden, moet je het dus gezamenlijk doen. Op een Europese manier, en dat is veel meer community platforms in plaats van één bedrijfplatforms, dan wel staatsplatforms. Wij gaan ook niet meemaken in Europa, en daar zijn we eigenlijk al snel meegekomen. We gaan ook niet meemaken wat George Orwell schreef in zijn boek 1984. Namelijk Big Brother is watching you. Dat gaan wij in Europa ook niet meemaken. Dus, en dat is in China nu wel het geval met hun social credit systeem. Dat staat daar op dat ene plaatje met quartz daarop. Dus Europa komt met een eigen aanpak. En Nederland kan binnen die context echt een koploper zijn. Want onze uitgangspositie is geheel niet slecht. Niet ten aanzien van onze digitale infrastructuur, niet ten aanzien van ons academische veld. We hebben vooraanstaande hoogleraren en vooraanstaande clubs die met data science bezig zijn. Het is nu wel zo dat de AI-talenten die daar worden opgeleid, die worden weggekocht door Silicon Valley en een enkeling gaat ook naar China. Want die betalen behoorlijk wat. Dus wij moeten zorgen dat we die talenten, dat we die brain drain niet laten plaatsvinden. Wij moeten zorgen dat we er zelf actief in worden. En de mensen, de jonge mensen, waar we heel veel belastinggeld in stoppen, om ze op te leiden, dat ze hier in Nederland dan ook zich verder doorontwikkelen. Dus Nederland heeft een uitstekende positie. En tenslotte mijn laatste opmerking. En dat is eigenlijk een vierde boodschap. Want uiteindelijk, ik kom uit een Katwijks dorp. Dus ik ben ook een beetje een dominee. En dat heb je nu eenmaal uit zo'n religieus oord. En dat is dat wij niet alleen te maken hebben met een economische transitie, maar ook met een sociale transitie. Dit is zo veranderlijk voor de samenleving, voor de economie. Alles routinematige werk, het repetitieve.